Nou, goedendag allemaal. De derde vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En wat we deze week hebben ontdekt, wat heel bijzonder is, dat zijn de beschilderingen op het plafond. Ze hebben allemaal sierrandjes. Stencils geschabloneerd. En ook dat is weer zo'n 100 jaar oud. Jullie kunnen het hier duidelijk zien. Het is ook heel opvallend dat de voorkamer achter de winkel van Geuzenbroek een iets andere kleur heeft dan de winkel. En ook een ander patroontje. En ook weer een andere kleur heeft dan de huiskamer die hier achter was. Nou, we gaan ook dit proberen te behouden en terug te laten komen. Het is even de vraag of het financieel en technisch uit kan. We kunnen ze uiteraard ook weer steunen. Dus, het zou wel heel mooi zijn, want het doet recht aan de geschiedenis van dit pandje. Het doet recht aan de geschiedenis van Medemblik. Op nummer 6, de oude winkel van de schoenmaker Geuzenbroek. Is inmiddels ook de vloer verwijderd. Dat had letterlijk nog wat voeten in aarde. Omdat namelijk er niet alleen vier lagen vloeren op elkaar lagen. Maar daaronder lag nog een betonplaat. Ze zijn dus een paar dagen bezig geweest met het wegjekkeren van de betonvloer. Het is inmiddels gebeurd, dus ik ook hier kan je gewoon op de vloer de bodem lopen. De trap hangt inmiddels in de lucht. Ja, de vloer is weg. Kan je ook zien hoeveel lagen vloer en beton eronder lagen. Hij hangt gewoon, ik denk wel 40 centimeter vrij inmiddels. Nou, de deuren nog een keer. Deze deur hebben we inmiddels een bestemming voor hier in het pandje. Die gaat een kwartslag gedraaid worden. Dan komt hij in de achterwand terug. En dat is dus net zoals met de plafondplaten. De beschildering, plafondbeschildering op nummer 8 in het museum. Ook dat willen we heel graag terug laten komen. Inmiddels staan ook de eerste paaltjes op de vloer. Dat betekent dat het grondwerk kan beginnen. De afwatering, de elektriciteit, waterleiding, etc. kan allemaal geplaatst worden, aangelegd worden. Het is nu echt heel kaal hier. Het is natuurlijk heel grappig dat je op een van de oudste stukjes van Medemblik staat. En ook echt op de bodem. Nu komt de elektriciteit erin. En er zal ongetwijfeld het een en ander gaan gebeuren de komende week. Esther de Boer is inmiddels ook voor ons begonnen met vloggen. Daar zijn we heel blij mee. En dan kan zij u verder meenemen op het verhaal van de verbouwing van het Bakkerijmuseum.